Ik woon in een topsporthuis. Van oorsprong is het een rugbyhuis. Intussen zijn er wat roeiers bijgekomen. En een softbalmeisje en een meisje uit de atletiekwereld. Dus we nemen het langzaamaan over. Soms dan is het gewoon dat je denkt, ik wil even niet dat sporten hebben. En dan, ja, dan zit je er wel. Maar ja, aan de andere kant is het, dan hangen er briefjes op je deur, want iedereen snapt precies wat je hebt gedaan. En dat is ook wel heel erg leuk. Nou ja, toen ik lid werd bij Orca, was ik denk ik wel echt een typisch beginnende student. En dan kom je in een groep terecht en Claudia was daar denk ik wel de meest indrukwekkende persoon van. En hoe vet zou het zijn als twee meiden uit de Orca Dames 2008 boot gewoon voor de plakken kunnen gaan. Het was gewoon van de een op de andere haal kapot. En gewoon echt stop maar met roeien en gewoon niet goed. Claudia die heeft eerder dit jaar al een lichte ribblessure gehad. En dan verwacht je gewoon niet dat je het echt kapot kan maken. Het is ook gewoon heel jammer, want het ging gewoon echt heel erg goed. De grootste teleurstelling is gewoon dat je niet de kans krijgt om dat te laten zien. Maar ik ga sowieso mijn best doen om zo goed mogelijk te presteren op het WK.